Mensen, ik dacht, waarom doe ik niet mee aan deze 3 minuten challenge make-up opdoen? Ik zat vaker op mijn For You page tegenkomen en ik dacht van, ik ga dit ook proberen. So as you can see, ben ik nu bezig aan mijn wenkbrauwen. Normaal doe ik mijn wenkbrauwen ook heel anders, maar ja, tijdnood. Dus dacht ik smeer het er maar lekker op. Dan gaan we door naar het volgende. Wat voor smoel trek ik hier? Oké. Dan blend ik ze even uit. En daarna dacht ik hoop gewoon dat ik dit haal. Oké, volgens mij gaan we nu door naar de oogschaduw. Ik wil natuurlijk helemaal stressen. Ik hoop dat dit goed uitkomt, want anders, ja. Lekker ook onder die ogen. Opsmeren maar. Het duurt al een beetje lang met die oogschaduw. Het valt me nu eigenlijk op hoe je altijd kijkt wanneer je make-up doet. Ook vooral als je zo echt stresst, dan ja. Ja, ik vond het ook zo een beetje tegenvallen. Lekker die sparklings erop. Even ook uitblenden. Zo weinig tijd en dat het er toch zo goed uit komt te zien. Nou, ik vind het nog wel goed gedaan. Of vond ik het zelf wel meevallen? Op naar de mascara. Normaal doe ik ook lang over mijn wimpers, maar ik dacht van, nee, ik moet echt opschieten hier. Dus ik dacht van, gewoon even er snel over en door naar het volgende. Door met de blush. Hier zie je hoe ik stress. Hup, hup. Snel, snel. Ook heel snel die highlighting erop doen, want we hebben tijdnood. Hier weer een stressmomentje. Ik weet niet wat ik aan het doen was. Lippenstift op. Op naar de eyeliner, ja. Super stressy. Hier doe ik normaal echt 20 minuten over of zo, dus dit kon niet goed gaan. Ik vond het nog wel goed gelukt, deze. Alleen, ja, het volgende, ja, afschuwelijk. Dus ik moest het er helaas weer afhalen met make-up remover. Wat ook weer tijd in beslag nam. Hup, hup. Ja, ik vond het niet goed genoeg. Tijd zat erop.